Hallo allemaal, we zijn er weer bij de Babbelbox. Vandaag zitten we weer in de praatbox met drie gezellige ladies. Zijn we ready om kennis te maken met ze? Goedendag allemaal, hoe gaat het met jullie? Goed. Ja, oké. Okay. Gaan jullie me vertellen hoe jullie heten? Ja. Jij bent? Ik ben Senu. Senu? Jamaya. Jamaya en? JD Rose. JD Rose. Zulke mooie namen hebben jullie. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 5. 5 jaar? 6. 6 jaar? En jij bent 4, heb ik gehoord. Je bent jarig vandaag, hè? Ja. Oké. Okay. Dat is Jeffrey al gezegd. Dat... Oh, hij is 10. Oh, hij is 10. Oh, je weet wel hoe oud hij is. Oké, okay, gaan we zingen voor de jarige? Even snel zingen? Ja. Oké, okay, we gaan happy birthday doen. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hip, 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 hip. Hooray. Mogen we allemaal straks op feest komen? Ja. Om te eten? Iedereen mag naar buiten. Iedereen mag komen? Ja. Oké, okay, wat heb je gekocht? Ik weet het niet. Ja, je weet het niet, maar er is wel eten. Ja. En drinken. Dat heeft papa gevraagd naar het net. Hij zei uitgezet. Hij zei drinken gaan kopen. Oké, okay, dus veel drinken. Veel drinken, dus ik ga eten en drinken krijgen. Ja. Mag ik ook aan mijn vriendjes brengen? Ja. Ja. Ja? Jullie en gaan ook kinderen. Op feest komen? Ja. En mijn kinderen ook? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, dan ga ik jullie vragen. Weten jullie wat pesten is? Slaan. Ja, slaan. Of met kinderen, andere kinderen plagen, toch? Ja. Als ze iets niet goed en kunnen doen. Namen roepen. Ja, lelijke namen, toch? Ja. Je weet ook wat dat is, toch, JD? Ja. JD, toch? Jamaya. Oh ja, jij bent JD Rose. Ja. Oké. Okay. Vinden jullie pesten goed? Nee. Nee, hè? Is niet leuk, toch? Lief is wel goed. Als je lief bent, ja, je moet lief zijn. Okay. Maar je moet niet... Vervelend zijn. Nee, dat mag helemaal niet. En wat zou je doen als je ziet dat een ander kindje iemand pest? Wat zou je zeggen? Je gaat je vrouw zeggen. Wat zou jij doen? Ik zou gewoon boek worden. En dan wat ga je zeggen? Je moet niet pesten. Hoe zou je boos worden? Zou je lachen en zeggen, je moet niet pesten? Of zou je zeggen, je moet niet pesten? Hoe zou je het zeggen? Je moet niet pesten. Zo? Niet zo. Ja. Hoe zou jij het zeggen? Je moet niet pesten, anders ga ik je vrouw zeggen. Oké, okay. Heel erg streng. Goed zo, goed zo. Oké, okay. Als je een keer heel veel geld wint, $1 million, $1 miljoen, wat zou je kopen ermee of wat zou je doen ermee? Je moet iets kopen, want je moet ook Belkaart kopen. Want... Belkaart, ja? Als er niet internet is, moet je ooit per kaart kopen. Mm-hmm. En eten kopen voor jezelf en voor je kinderen. Mm-hmm. Maar je man heeft ook honger. Oh ja, hij moet ook eten krijgen. Ja. Oké, okay. Wat zou jij doen met $1 million? Ik zou verdelen. Je zou verdelen? Aan wie zou je geven? Aan mama. Aan mama? En wie nog meer? Zou je mij ook geven? Ja. Echt? Echte. Oké, okay, en wat zou jij doen met zoveel geld? Wat zou jij doen? Een grote auto kopen. Een grote auto? Nee, ik kan nooit. Een kleine een auto. Pick-up. Een pick-up? Ja, okay. Een Barbie pick-up. Een Barbie pick-up. Oh, dus dat zou een roze grote pick-up zijn. Ja, en met veel kinderen dansen. Mm-hmm. Met veel liederen springen in die auto. Oké, okay, en wat in voor liederen? Wat voor liederen? Baby Shark Tutu. Ja? Welke nog meer? Coco Melon. Ja, dan gaan ze springen. Oh, en dan? Dan gaan ze veel geluid zetten. Oh, veel geluid. Dan moeten ze springen en zingen en dansen en alles. Ja, dan... Oké, okay. Laten we doen alsof we in de pick-up zijn. Ik ga een liedje zingen, dan gaan we allemaal even dansen. Oké, okay, welk lied? Laat me zien. Is we zijn nu in die grote roze Barbie pick-up en het is veel geluid. En we moeten zingen en dansen. Welk lied gaan we zingen? Mm-hmm. No one was in the talking. Oké, die ken ik ook. Maar kennen jullie deze? Want we zijn in een Barbie pick-up. Kennen jullie deze? I'm a Barbie girl. Ja, dat... Oké, okay, zing het, laat me horen. Iedereen, 3, 2, 1. I'm a Barbie girl in a Barbie world.
Make it plastic. Sanitastic. You may brush my hair. You may everywhere. Like a nation. Got it, cut it, sheet. Come on, Barbie, let's go party. Ah, 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 yeah. Come on, Barbie. Let's go party. Ooh, 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 ooh. Goed zo, applausje voor jezelf. Jullie zijn geweldig. Oké, nu heb ik nog een vraag. Als je invisible kon zijn, onzichtbaar, weet je wat dat is? Dat niemand je kan zien. Niemand kan je zien. Je loopt gewoon, maar niemand kan je zien. Met veel geld in je hand. En niemand kan dat geld ook zien. Wat zou je doen? Je bent invisible. Als ik onzichtbaar was en niemand kon me zien, zou ik gaan naar een winkel. Ja, je kan ook in een zou winkel zou ik popcorn zien, eten. Zou ik soft drinken. En dan zou ik snel weggaan. Is dat goed? Ja. Nee, waarom niet? Nee. Mm-mm. Waarom is dit niet goed? Het is niet goed, jij mag niet stelen. Oh, ook al ben je onzichtbaar, mag je niet stelen? Nee. Oké, okay, dan wat zou je doen als je onzichtbaar... En je mag niet veel geld in het huis nemen. Oh, dat mag ook niet, no? Nee. Ook al ziet niemand het? Nee. Oh, boy. Oké, okay, wat zou jij doen als je onzichtbaar was? Wat zou jij doen? Waar zou je gaan zonder dat iemand je ziet? Je zou in de auto schuilen? Ja, dat kan niet meer zien. Je moet dat licht uitmaken, dat kan niet meer zien. Dan ben je klaar. Ja. Okay. En het donker kan niemand je zien. Oh, dan kan je gewoon lopen. Nee, ziet niemand je. Nee. Dan maak je een deur dicht. Dan zie de persoon en dan zet hij flashlight aan van zijn telefoon. Oh, dan gaan ze je wel een beetje zien, ne? Ja. Oké, okay, dan wil ik jullie nog vragen, want het lijkt alsof jullie van lekker eten houden. Ja? Oké. Okay. Wat veel eten? Wat vind je lekker? Bruine bonen en bami. Bruine bonen en bami, met vlees of zonder vlees? Met vlees. Wat voor vlees? Met van KFC. KFC. Oh. En KFC zonder eten. Zonder patat? Ja. Oh, alleen kippenvlees zo? Nee, met frietjes. Oh, met frietjes erbij. En wat vind jij lekker? Sopropo. Oké, en wat nog meer? Sopropo is lekker. Het is lekker bitter, toch? En het maakt je... zo sterk. Ja, wat vind jij lekker? Ik vind echt zo lekker bami, chowmin, nasi en vlees. Zoveel dingen? Ja. Oké, okay. En jij? Papa, laat u houdt alleen maar van cola. Alleen van cola? Ja. Maar dat is niet goed. Nee. Nee, toch? Drinken jullie cola? Nee. We drinken sap. Sap. Sap en water. Sap en water. En groenten eten, hè? Ja. Oké, okay, wat ik voor groenten? Alle groenten met rijst. Het kan niet. Het kan. Ja. Eet je ook zo propo? Je bek gaat groot worden. Oh, als je te veel cola drinkt, hè? Ja. Ja. Mijn bek is niet groot. Maar die van papa wordt helemaal groter. Ja, nou? Bossen. Dat gaat niet bossen. Oké, okay, maar... al die eten gaat vallen. Al dat eten gaat eruit vallen? Ja. Oké, okay, maar wat voor groenten vinden jullie allemaal lekker? Behalve sopropo. Welke nog meer? Welke? Antroa. Boulanger. Welke nog meer? En zo... En... Tijerblad. En tijerblad. Amsoi. En sojamelk. En sojamelk, ja. Het lijkt op amsoi, ja. Ja, goed zo. Dus jullie zijn allemaal sterk. Jullie eten allemaal groenten. Ja. Laat me jullie papa zien, laat me zien. En dan wil ik zo horen, doe zo. Ah. Jullie zijn echt sterk. Oké, okay, we gaan moeten afsluiten voor deze aflevering. Maar we gaan straks op feest bij jou. Kom maar. Ja, we mogen komen? Ja. Gaan we allemaal op feest? Ja. Oké, okay, dan gaan we zo meteen op feest. En omdat we op feest gaan, gaan we nog één liedje zingen voor de jarige. Welke gaan we zingen? Ben je 1 jaar? Ben je 1 jaar? Oké, okay, hoe gaat die? 3, 2, 1. Ben je 1 jaar? Nee, nee. Ben je 2 jaar? Nee, nee. Ben je 3 jaar? Ben je 3 jaar? Nee, nee. Ben je 6 jaar? Nee, nee. 10 jaar, ben je 10 jaar? Ben je 10 jaar? Ja, ja. Oké, okay, ben je 10 jaar? Nee. Ben je? 4. 4 jaar. Jij bent 4 jaar. Nog een keer voor de jarige. Straks word ik
5. Straks word je 5, ja. En we gaan komen eten. 6, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ja toch? Ik heb ook snoepjes gebracht. Mag ik ook snoepjes krijgen? Ja, ik heb ook snoepjes gebracht. Mag ik ook snoepjes straks? Ja. En chips? En veel drinken van papa Orlando? Dank u wel, vraag. Ik ga vragen zo meteen. We gaan zo meteen naar feest. Nog een keer voor de jarige. Hiep, 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 hiep. Hoera! En dan gaan we iedereen groeten daar. Zeg bye! Bye. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ik ben Lidiane. En ik ben vandaag hier om een beetje tori met jullie te praten. Hoe heet jij? Jezreel. Jezreel. Lillian, en jij? JD Rose. JD Rose. Hi JD. Oké, en hoe oud ben jij? Ik ben 10 jaar. En jij? 3 jaar. 3. 10 en 3. Ik ben 23. Maar laten we verder gaan. Do you guys like sweets? Yeah. Yes. Oké, ik heb een paar eetjes. Dus je mag even pakken. Dank. Alrighty. Zo, vandaag zijn we hier omdat we een beetje gaan praten over wat ik doe. If you can guess, right, wat ik doe, wat zou je gokken? Interviews maken met mensen. Interviews maken met mensen. Oké, en jij? Kinderen helpen met lezen. Kinderen helpen met lezen. En helpen alle dingen opruimen. Oké. Okay. Kinderen helpen lezen en opruimen. En school haken. En school haken. JD Rooster. JD Rooster. Dat zijn allemaal leuke dingetjes, maar ik doe geen van ze. Oké, ik ben een content creator. Weten jullie wat een content creator is? Nee. Ik schiet video's en ik heb een team onder me. En ze zorgen ervoor dat we bijvoorbeeld naar Crispy Chicken plaatsen gaan. Leuke video's maken, zodat we het kunnen posten op social media. En van daaruit gaan mensen dan komen naar die shops. En dan gaan ze dat eten kopen. Do you like fried chicken? Ja? Yeah? You like fried chicken? No. Jongen van KFC? Ja. Okay, maar alleen niet met veel peper. Niet met veel peper. Ja, yeah, that's not good. I don't like that as well. Dus dat doe ik. Alleen met drinken. Drinken van KFC? Ja. Oké. Okay. Alright. Wat wil jij worden wanneer je groter bent? Main bower. Main bower. Dus goud zoeken en zo. Bauxiet en zo. Ja. Waarom? Gewoon. You like it. That's fun. En jij, wat wil JD Rose worden? Een politie. Een politie? Ja. Zo. Waarom wil je politie worden? Ik ben nog niet in een politie geworden. Oké. Hebben jullie vragen voor wat ik doe? Of heb ik al alles uitgelegd? Is het werk leuk? Ja, het is heel erg leuk. Je bent bezig met mensen. Je leert ook heel veel hoe je met mensen om moet gaan. Weet je, soms moet je wel een beetje streng zijn. Anders gaan dingen niet gedaan worden. Yes, you need to be very strong. Maar het is heel erg leuk. Je leert mensen kennen, je bent bezig met waarvan je houdt en heel veel beeld geven aan dingen. Heb jij een vraag aan JD Rose? Ja. Maar dat je ook voor honden kan zorgen. Ook voor honden kan zorgen? Ja, ik kan niet voor honden zorgen, maar wat ik niet echt tijd voor ze heb. Maar do you like dogs? Hou je van honden? Nee. Nope. Ik hou alleen niet van veel honden. Oh, maar één hond mag wel? Ja. Oké. Nice. Zeg, stel. Ik ga een gekke vraag stellen hoor.
als je een superpower mag kiezen, right? Welke superpower zou je kiezen? Snelheid. Snelheid. Waarom? Mezelf weet overal kan zien. I want that. Ik wil dat ook. Oké, okay, en Jenny Rose, als je een superwoman kan zijn, wat zou je superpower zijn? Een beetje snelheid en een beetje slowheid. Slowheid. Je wilt slow zijn. Slow motion, zo. Dat wil je. Weet je wat, ik zou invisible willen zijn. Right. Niemand ziet me gewoon. Ik loop door de straten gewoon. Ik kijk gewoon naar iedereen en niemand ziet dat ik daar ben. Als je wil werken, moet je andere kleren aandoen. Als je wilt werken, moet je andere kleren aandoen. Ik moet andere kleren aandoen. Nou, wat is zo fout hieraan? Dat je werkkleren aan moet aandoen. Ik moet werkkleren aandoen. Maar wist je dat we niet echt een uniform hebben voor mijn werk? Nee. Wij mogen gewoon vrijheidskleren aantrekken. Ik heb wel een uniform gemaakt voor mezelf, maar je mag ook gewoon leuke jurkjes aan het werk aantrekken. Ja, en truitjes. Ja, en truitjes ook. Maar geen shorts, want die zijn niet netjes voor het werk. Alleen jeansbroeken. Ja, jeansbroeken en mooie flowy pants. Mag je rokken? Nee. Anders? Maar vandaag ben ik niet aan het werk, dus ik mag wel een mooie jurkje aantrekken, toch? Een mooie pink dress. Ja. Wil je altijd een content creator worden? No. Ik wil eerst een tandarts worden. En daarna een arts. Maar later zag ik dat ik het echt leuk vond om video's te editen, foto's te editen. En ik vind het ook heel leuk om met mensen bezig te zijn. Because human beings are so kind. Ze zijn zo lief. En het is leuk om met ze te werken. Ook de niet-lieve mensen zijn ook gewoon leuk. Maar als je eenmaal weet van, hey, dit vind ik echt leuk, ik wil dit echt blijven doen, dan moet je gewoon ervoor gaan. Niemand kan in je weg staan. Niemand kan je zeggen dat je het niet kan doen. Jij zelf mag jezelf niet zeggen dat je het niet kan doen. Maar ik ben het gaan proberen. En ik begon het heel erg leuk te vinden. Veel meer dan aan het begin. En nu doe ik het gewoon fulltime. Did that answer to your question? Yes. Alright. Thank you for being here. Ik heb heel erg leuk gehad. En ik ga naar je advies luisteren, ja? Niet meer zo sexy dragen. Mooi dragen voor het werk. Ah, boom. Thank you. Daar zijn we weer met siblings. We hebben vandaag hier Jabriel en, hoe heet je nichtje? Roosje. Roosje. Jabriel en Roosje. We gaan even op onderzoek als Jabriel zijn nichtje heel erg goed kent. We gaan Jabriel wat vragen stellen. Oké, zeg maar eerst, hoe oud ben jij? 7. 7 jaar, oké. Nu komen die vragen. Je kent je nichtje? Oké. Wat is de favoriete kleur? Roze. Roze, zout van roze. Oké, en wat is haar favoriete eten? Wat eet ze het liefst? Ze eet al die eten. Alles? Ze houdt van alles? Oké. Okay. Soms niet alles. Oh, soms niet. Zonder pickles. Oh, zonder, oké. Maar voor de rest eet ze wel alles. Oké, als jullie spelen, wat vindt ze leuk om te spelen? Ben mijn fietsje en ik. Ik vind het leuk met zijn fiets te fietsen. Oh, om te fietsen. Om samen te gaan fietsen. Oké. En jullie fietsen vaker, ne? Oké, fietsen vindt ze leuk. Oké, op school. Waarvan houdt ze op school? Op school. Rekenen spelen. Of taal. Of spelen. Mm-hmm. En rekenen. Mm-hmm. Spelen en rekenen. En Met de vriendjes spelen. Oké. Zitten jullie op dezelfde school? Nee. Oh, oké. Nog één vraag. Is ze lief? Soms niet, soms wel. Oké.
En nog één vraag. Laat me zien. Wat vindt ze lekkerder om te drinken? Sap of soft? Sap en soft. Sap en soft. Beide vindt ze lekker. Oké, en nu gaan we Roosje de headphone van haar hoofd halen. Goed zo. Je neefje heeft gezegd dat hij je heel erg goed kent. Gaan we beginnen? Oké, hier komt de eerste vraag. Wat is je favoriete kleur? Roze. Roze, zeker? Oké. En paars. Roze en paars, oké. Roze is goed. Eén, alvast één antwoord. Oké, wat is je favoriete eten? Wat eet je het liefst? Broccoli. Broccoli. Oké. Wat is het, Jibria? Oké. Als jullie spelen, wat vind je leuk om te spelen? Huisje. Huisje. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik fixen met mijn opstaan. Ja. Ja. Oké. Dat heb ik ook gezegd. Dat hoort ook bij huisje. Oké. Okay. En op school, wat vind je leuk om te doen op school? Spelen. Spelen. Aha. Alleen spelen. En werken. En werken. Oké. Spelen vindt ze leuk. Oké. Okay. Is goed, no? Dat heb je ook gezegd. Oké. De volgende vraag. Ben je lief? Stout en lief. Stout en lief. Ja. Oh, je bent beide. Ik heb soms gezegd soms en lief. Soms wel, soms niet. Ja. Stout en lief is ze. Dat heeft ze gezegd. Oké. Dat waren die vragen. Je hebt eentje een beetje anders geantwoord en dat was? Waarvan, wat ze eet toch? Je hebt gezegd ze eet alles. Zonder pikkels, de Roosje. Je eet alles, maar zonder pikkels, toch? Ik eet dat niet. Nee, pikkels eet je niet. Oké, dus maar broccoli. Ik eet ook niet pikkels. Oké, maar broccoli vind je lekker? Ja. Oké. Okay. Ik vind de broccoli lekker. Oké. Evenveel. Evenveel. Oké, als ik het zo heb gehoord, dan ken je je nichtje heel erg goed. High five. Ah. Nichtje? Dat is een nicht. Oh, zijn nicht. Oh, jij bent ouder, hè? Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben langer dan. Oh, omdat je langer dan hem bent. Oké. Slaap niet goed. Oké. Nee, jullie moeten goed op elkaar blijven letten. En natuurlijk lief zijn voor elkaar. Soms klapt hij me. Ha! Dan pufft hij in mijn gezicht. Ja, dat gebeurt wanneer je een sibling bent. Hij gaat weglopen voor dat ding. Maar dat was het dus. Oh, daar is hij weer. Ik slaap dat niet. Oké. Okay. Ja, jok. Daar waren puffen in mijn gezicht. Oké. Dat was het voor deze aflevering van Siblings. Mag ik een applausje voor jezelf? Groet iedereen daar. Groet iedereen. Bye. In de bubbelbox zijn we blij. Want daar zijn we lekker vrij. Lachen en babbelen, weer voor 10. Zo kan de hele wereld ons zien. Stap in de bubbelbox, groot en klein. Zie onze wereld al zo fijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.